Hallo lieve mensen, lieve YouTube-kijkers van de Stofjes. Goedemorgen. Goedemorgen is het op zich wel. Zonder morgen. Maar voor mij geen goedemorgen. Nee, het was vandaag niet fijn met hardlopen. Ik heb maar 2 rondjes gedaan. 2. Ik heb weer last van mijn voeten met lopen. Ik kreeg iedere keer drukpijnen. Een paar weken geleden had ik er ook al last van gehad. Maar ik weet niet waar het door komt. Ik krijg er ook met het hardlopen weer meer last van. Dus, waar het aan ligt, ik weet het niet. Ik ga binnenkort, of tenminste, ik denk dat ik vanwege ga kijken of dat ik van die... die zeilzooltjes in mijn schoenen kan leggen. Volgens mij heb ik die nog thuis liggen, van die sportzooltjes. Die ga ik eens proberen, want dit werkt niet. Ik dacht in eerste instantie dat het aan mijn schoenen lag, met dicht strikken, dat die niet stevig genoeg waren, dat ik te veel ruimte had, dat ik te veel wrijving had in de schoenen. Dus straks nog eventjes onderweg wat proberen aan te trekken. Toen dacht ik van, hey, dit is het. Ben ik een stukje gaan lopen, maar nee, dat was geen verschil. Of ja, het was wel wat verschil, maar niet genoeg om door te kunnen lopen. En misschien dat dan zeg maar de pijn, de frictie er al is geweest, zodat je alweer gevoelige voet hebt. Dus dat ik het misschien van begin af aan beter had moeten doen, zeg maar. Maar ik weet het niet, ik sta nu even met een vraagteken, maar het is wel klote. Want ik had er eigenlijk wel zin in, na vorige week eigenlijk niet gesport te hebben. Of tenminste nauwelijks, alleen vorige week maandag ben ik weer sporten. Afgelopen woensdag weer de been geschoten om te gaan fitnessen. Dus ik heb de laatste 2 weken eigenlijk maar verrekte weinig gesport. En daar baal ik eigenlijk wel een beetje van. En dat merk ik ook hier, Pasen doet niet goed. Tenminste, Pasen wel, maar niet voor mij op dit moment. En dus ook daar zal misschien wel wat in liggen. Misschien mijn eigen gemoedsrust of zo, niet helemaal. Omdat ik misschien wel op dit moment in mijn gedachten te veel mee bezig ben. Van hoe kan het nou zijn dat je zoveel sport en toch. Tenminste, voor mijn gevoel. Ja, voldoende sport in ieder geval. Dat ik dan af en toe zoiets heb van, ik kom niet vooruit. Of ik kom niet vooruit, hoe moet ik nou zeggen? Dat het gewoon niet lekker voelt. Gisteren of vrijdag ook met werk, dan begin je gewoon lekker werken. En zo half in de dag, dan kakt dat in één keer in. Dan is dat in één keer iets van, Dus ik weet niet waar ik het moet gaan zoeken, waar ik het moet gaan vinden. Misschien ook een beetje gestimuleerd dat het met zeg maar die paar kilo's die ik eraf wil hebben, dat ook niet helemaal lukt. Misschien dat dat wel een beetje tussen de oren. Dat een dilemmaatje, nou, ik wil niet zeggen een dilemma aan het worden is, maar dat daar wel iedere keer meespeelt van ja, verdorie, hè, je wil ook een beetje genieten. Ik wil niet alles laten staan, maar ja, doordat je dus dat niet doet, lukt het afvallen dan weer niet. Die paar kilo die je dan nog wel eraf wil hebben. Zo blijf je een beetje aan het struggelen, zeg maar. Dus misschien moet ik daar kijken dat ik een andere aanpak daarin ga vinden of zo. Misschien toch weer even een tijdje wat radicaler zijn met eten. Gewoon dingen niet meer eten. Dingen meer laten staan, snacken, snaaien, dat soort zaken. Alhoewel ik toch voor mijn gevoel het idee heb dat dat ook niet heel erg overdreven veel is. Nou, blijkbaar denk ik dan toch genoeg. Toch genoeg om in ieder geval niet voldoende af te vallen. En voor de rest, ik zou het eigenlijk niet weten. Goed.
Mooi, ik ben hier weer thuis aangekomen. Vandaag RKZVC, Zeewind. Ja, die moeten we zien te halen. Vorige week zondag 1-0 gewonnen van Meersen. Koploper. Ik weet niet of dat ze dachten van we zullen daar eens even kijken dat we wat puntjes mee in huis kunnen nemen. Maar helaas voor hun. Het ging niet door, dat feest. En toen hadden ze ook meteen de bezorgdheid een beetje uitgesproken. Zo van, wat als wij nou zelf ook in zo'n dip situatie komen te zitten met voetballen als andere teams. Die in één keer zeg maar, het kwijt zijn. Dan ga je nakijken. Andere teams vorige week die boven stonden hebben ook hun loodje gelaten. Dus nu staan we in één keer op de derde plaats. De derde plaats staan we. En ja, dat biedt ook nog uitzicht op de tweede. Theoretisch gezien nog steeds mogelijk voor een eerste plaats. Maar dat is theoretisch. We zien het niet dat Meersen dit weg gaat geven. Goed, you never know. You never know. De bal is rond. De bal is rond. Oh, gisteren NEC Stadion geweest. NEC PSV. Ondanks dat ik dan PSV ben, zat ik wel in het NEC vak. Maar keurig netjes, verder niks aan de hand. Maar ik moet echt mijn respect uitspreken richting de NEC supporters en NEC op zich. De eerbetoon aan Thijs Slegers, die vorige week overleden is. Als het erover begint, krijg je er nog koude rillingen van. Het was super. Het was echt super. De minuut stilte die vooraf gehouden werd, was echt gewoon. Het was muis stil. Je kon echt bijspreken in zo'n stadion, er waren 12.500 mensen. In zo'n stadion, je kon eigenlijk bijna het spel te horen vallen. Zo stil was het. Dat was echt een kippenvel momentje. Dan later in de wedstrijd was nog de 11e minuut tot 12e minuut even een minuutje applaudisseren. Dat was toevallig een corner. En het was gewoon echt respectvol geklap, 1 minuut lang. Het was gewoon prima. Het was echt prima. Ik heb daar van genoten. Natuurlijk PSV gewonnen. Of natuurlijk, zo natuurlijk is het ook weer niet de laatste tijd. Maar goed, gisteren in ieder geval 2-4. Mooie wedstrijd. Mooie wedstrijd gezien. Dus ik zeg helemaal top. Nou, dat was hij dan even voor vandaag. Ik zou in ieder geval zeggen van als je deze onderstaat dan een iets minder vrolijk is vanwege mijn hardlopen. Maar twee rondjes, man, wat is dat nou? Twee rondjes. Slaat er helemaal nergens op. Maar goed, probeer volgende week weer gewoon 4 rondjes. Of ik ga weer eventjes kijken dat ik naar de sporthal, naar de gym kan gaan. Om daar maar even te hardlopen op de band. Dat mijn voeten weer even wat rust krijgen. Niet dat mijn voeten iedere keer zeg maar, moet werken in het bos in de schoenen. Op de loopband is het recht. Daar heb je weinig last van oneffenheden onder je schoenen. Dus misschien dat ik dat wel even zeg maar, een paar weken moet doen, dat mijn voeten op die manier wat rust krijgen. Maar dat ik wel mijn loopconditie probeer op peil te houden. En misschien dan toch wat steviger in de schoenen staan met betrekking tot het snaaien. Voor die kilootjes. Dus. Nou goed, in ieder geval bij deze zal ik het gaan eindigen. Ik zou in ieder geval zeggen van even een duimpje omhoog, even abonneer op mijn kanaal. En dan kom ik volgende week weer terug met een update van wat het nou geweest is van afgelopen week. Ik weet het allemaal niet, ik zie het allemaal wel. In ieder geval, fijne zondag verder. Oh nee, dat is natuurlijk al geweest als de mensen deze kijken. In ieder geval, top. Ik zeg de groetjes. En tot de volgende keer. Ik zeg tjoe.